wil ik het met jullie hebben over een heel belangrijk onderwerp. Namelijk security. En zeker online security. En alles wat wij hier doen bij AFAS, houden we dit in ons achterhoofd. Is het veilig? Kunnen we dit opleveren aan onze klanten? En we investeren hier gigantisch veel in. En dat is heel goed. En als ik jullie even meeneem wat we de afgelopen jaren allemaal gedaan hebben. We hebben natuurlijk AFAS Online opgericht. We hebben verplichte twee-factor geïntegreerd. We zijn gestopt met sms'en omdat het onveilig bleek. En als laatste hebben wij ook toegevoegd dat je een nummertje moet gaan invoeren tegen multifactor authenticatie moeheid. Nou, het zegt het al. En het is, begrijp me niet verkeerd, hè? Het is heel goed dat we dit doen. We willen het echt veilig houden. Maar dat laatste, dat voelt wel weer als een hoepeltje wat we introduceren. Wie vindt die twee-factor authenticatie een hoepeltje? En vervelend. Wie vindt wachtwoorden irritant? Ja, ik vind ze stront. Ik heb er een stronthekel aan. Nou, dames en heren, vanaf Proffer 3 gaan wij wederom een nieuwe oplossing introduceren. En dit is zeker geen hoepeltje, namelijk wij gaan passkeys gebruiken. Passkeys zijn nieuwe digitale sleutels waarmee je online heel snel, makkelijk en eenvoudig kunt inloggen. Met passkeys gebruik je namelijk jouw apparaat wat je al hebt als authenticator. En of dat nou je telefoon is, of je laptop, of je werkplek, dat maakt niet uit. Of zelfs een USB-stick. Je hoeft dus geen enkele authenticator te installeren, geen losse appjes, geen codes meer. Je hebt het gewoon. Je hebt het in je hand. Het tweede lekkere is, je hoeft helemaal niets te doen met wachtwoorden. Het zijn hele mooie cryptografische sleutels die gegenereerd worden, en daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Maar het gaat om het volgende. Zolang jij maar toegang hebt tot jouw apparaat, en daarmee bedoel ik dat je je telefoon kan ontgrendelen met een pincode of met je gezichtsherkenning of met je vingerafdruk, dan kun jij gebruik maken van passkeys. Nou, een mooi verhaal, maar ik ga jullie gewoon meteen even laten zien hoe dit werkt. Ik zal even mijn demo opstarten. En ik doe deze demo ook expres op mijn laptop, omdat ik het natuurlijk op mijn device moet doen. Ik heb ook even mijn wachtwoordmanager nodig, want helaas werken we nu dan nog even met wachtwoorden. Als eerste, dit is trouwens een demo-omgeving van onze AFAS Online inlogomgeving. Als eerste zien we pontificaal een nieuwe knop inloggen met passkeys. Als ik hierop klik, krijg ik netjes de melding. Je staat op het punt om in te loggen met een passkey. Heb je deze nog niet ingesteld, log dan even in zoals gebruikelijk om dit te gaan doen. Nou, hartstikke mooi, dat gaan we even doen. Een wachtwoord invoeren. Oh ja, die bevestigingscode. We hadden het over die hoepels. Nou, daar moet ik ook doorheen. Die ga ik even invoeren. Zo, ga naar volgende. En vervolgens kan ik hier naar mijn instellingen gaan en naar het tabje beveiliging. En hier kun je namelijk je authenticatie-app instellen, je wachtwoord wijzigen, vertrouwde apparaten toekennen. En we hebben nu een nieuw hoofdstukje passkeys. En voor de demo had ik al eentje op mijn mobiel toegevoegd, maar ik ga nu eentje aanmaken op mijn laptop waar ik nu aan het demoen ben. Dus ik klik op toevoegen. Ik geef deze de naam laptop Kevin. Mijn wachtwoordmanager herkent deze, maar die ga ik even skippen. En dan krijg ik hier de vraag gewoon vanuit mijn laptop, vanuit Windows. Hey, we zien dat jij een passkey wil opslaan. Kun je even bevestigen dat jij toegang hebt tot jouw laptop? Jazeker. Dat doe ik en dat is de code waarmee ik mijn laptop ontgrendel. Maar dat had net zo goed mijn gezicht kunnen zijn, want dat ondersteunt Windows ook. Of mijn vingerafdruk. En we hebben hier een passkey opgeslagen. Ik klik op oké. We zien dat hij er netjes bij is gekomen. Ik log uit. Ik ga opnieuw inloggen. En nu klik ik op inloggen met een passkey. Ik skip wederom even mijn wachtwoordmanager. Ik krijg diezelfde vraag hè, van hey, we zien dat je wil inloggen met een passkey. Ontgrendel even je laptop, zodat je zeker weet dat we zeker weten wat jij het bent. En ik ben ingelogd. Geen hoepels meer, dames en heren. Heerlijk. Nou, voor degenen die denken, nou ja, leuk, maar ik heb zelf geen werkplek of geen eigen laptop of iets dergelijks. Nou, ik liet het net al zien. Ik heb ook op mijn telefoon alvast een passkey aangemaakt. En dan wil ik ook even laten zien hoe dat werkt. Gaan we even switchen naar deze. Ja, heel goed. Als het goed is zien jullie ook mijn telefoon. Ik ga hier inloggen met een passkey. En ik skip even mijn wachtwoordmanager. En ik zeg hier, nou, ik wil nu niet met mijn laptop inloggen, maar ik ga een ander
apparaat kiezen. Namelijk mijn iPhone of iPad of Android. Volgende, ik krijg een QR-code. Die ga ik scannen. Die herkent hij meteen als inloggen met een passkey. En dan krijg je op mijn telefoon de vraag. Hey, wil je inloggen met je passkey? Jazeker. Hij herkent mijn gezicht. En ik ben ingelogd. En nu kan ik, dames en heren, met deze telefoon gewoon op elke laptop, elke PC, kan ik gewoon op Avast Online inloggen zonder gedoe. Nou, dan een belangrijke vraag. Gaan deze dingen, die digitale sleutels, wachtwoorden dan helemaal vervangen? Jazeker. En wij gaan stoppen met twee-factor authenticatie en wachtwoorden vanaf 2027. Dus begin alvast te informeren bij jullie organisatie, bij de IT-afdeling. Of jullie kunnen gaan beginnen met passkeys. En zo ja, wanneer dan? En 40% van al onze klanten gebruikt ons, AFAS, als single sign-on provider. Dus die krijgen er vanaf proef 3 al mee te maken. En voor degene die dus niet AFAS als single sign-on provider gaat gebruiken, alle andere single sign-on providers zoals Microsoft, noem ze maar op, die gaan dit ook ondersteunen. Die gaan dit ook als standaard neerzetten. Dus ga hier naar kijken en willen jullie nou precies weten alle ins en outs, alle veelgestelde vragen, scan dan deze QR-code. Dat is een themapagina wat we online gezet hebben op klant.afas.nl. Hier kunnen alle mensen die hiermee te maken gaan krijgen, de IT-afdeling met name, om dit goed te regelen voor jullie, kunnen alle informatie gaan opzoeken.